Mechelen pakt meteen uit bij zijn eerste natuurcriterium. Het heeft toerwinnaar Chris Froome kunnen strikken. Hij is de grote publiekstrekker in Mechelen. Naast de gele trui staan er nog een aantal andere bekende renners aan de start. Ritwinnaar Stephen Cummings, Wout Poels en Belgisch kampioen Preben van Hecke. Voor en na het criterium zal er zaterdag in Mechelen nog van alles te doen zijn. 5 jaar geleden reed de Tour nog door Mechelen. Nu kunnen wielerliefhebbers aftellen naar het eerste criterium. Uitkijken wordt het vooral naar de komst van winnaar Chris Froome. Die naam was trouwens al langer bekend. Hij brengt ook ploegmaat Wout Poels mee. Verder bestaat het deelnemersveld uit een mix van toerrenners, zoals ritwinnaar Stephen Cummings en een pak renners van eigen bodem, zoals Belgisch kampioen Preben van Hecke. Net als bij andere criteriums verliep ook hier de zoektocht moeilijk. Wij vallen namelijk altijd samen met Classica San Sebastian. En de Ronde van Polen begint ook altijd op onze datum. Dus om maar een idee te geven van de 10 Belgische toerrenners, waren er maar 2 beschikbaar om het Maleblusser criterium te rijden. Het parcours, waarvan een hele hoop stroken met kasseien, loopt trouwens langs de Grote Markt naar de Veemarkt. Via de Merodestraat gaat het richting Haverwerf en IJzeren Leen, om zo de lust rond te maken, goed voor 2,3 kilometer. In totaal zullen de renners 40 rondjes afhaspelen. Op en naast dat parcours zijn trouwens ook een pak randactiviteiten voorzien, zoals een optreden van de Romeo's en een jeugdinitiatie. We hebben 4 verschillende drank- en feesteilanden voorzien met veel ambiance, muziek en activiteiten. Een speelgoedmuseum, samen met het speelgoedmuseum hebben we een kindereiland uitgewerkt. En er is een experience café tentoonstelling rond de geschiedenis van het wielrennen in Mechelen op de Veemarkt. Dus er is heel veel te beleven langsheen het parcours. De eerste randactiviteiten beginnen zaterdag om 5 uur. Het criterium zelf begint om 7:30.